We gaan het hebben over de Belastingdienst. Hij hoopte dat de Belastingdienst weer saai zou worden. Dat zei hij toen hij aantrad in januari. Maar de afgelopen maanden was er permanent slecht nieuws over de dienst. Topambtenaren moesten vertrekken. Er werd zelfs aangifte gedaan tegen medewerkers. Bij de Belastingdienst is het kortom een puinhoop. Ondertussen moest de nieuwe staatssecretaris van Financiën Hans Velbrief de dienst reorganiseren. En dan ook nog eens een keer in tijden van corona. Hoe gaat hij dat allemaal doen? Hans Velbrief, welkom. Goedemiddag. Dit is zo'n inleiding waar je dan misschien van denkt als je daar zit. Hoe nu verder met dit gesprek? En bedankt. Ja. Tot ziens. Nee hoor, ik heb het niet saai kunnen maken in de eerste paar maanden. Dat was mijn eerste vraag. Samen met collega Van Huffelen. U heeft het tegenovergestelde meegemaakt. Het werd alleen maar heftiger natuurlijk. Tegelijkertijd, het is zoals het is. En ik hoop er nog steeds op dat ik uiteindelijk in staat kan zijn, samen met Van Huffelen, om die Belastingdienst weer te maken tot wat het ooit was. Het was ooit een hele sterke dienst. Het is zoals het is, maar de bedoeling is dat u het beter gaat maken. Nee, we zijn natuurlijk bezig. We zijn ontzettend hard bezig. We zijn bezig aan de IT, dus aan de ICT, aan de technische dingen, aan de cultuur in de Belastingdienst. We zijn aan alles bezig. Maar ik kan niet voorkomen dat er dingen uit het verleden naar boven komen. Die brengen we nu op straat, die maken we helder naar iedereen, zodat het helder is wat er aan de hand is. En zo proberen we uiteindelijk de boel op orde te krijgen. Laten we het daar even over hebben. Eerst het zuur en dan misschien nog het zoet aan het einde van dit gesprek. Er gaan lijken uit de kast komen, dat zei u in maart. Nou, dat is absoluut gebeurd. De Belastingdienst, de privacywetgeving werd overtreden. Onterechte aanmaningskosten werden niet terugbetaald. En we hebben het er net over gehad. Als klap op de vuurpijl bleek dat de dienst zich jarenlang schuldig had gemaakt aan etnisch profileren bij de controle van de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat laatste is in deze tijd natuurlijk, het is allemaal erg, maar dat is extra navrant. Omdat we het net over hadden, de premier zei van, nou, maar dat gebeurt eigenlijk niet institutioneel, dat racisme, maar het gebeurt wel. Ja, met die opmerking, u weet, we hebben aangifte gedaan. Naar aanleiding van de toeslagenzaken, dat gaat eigenlijk om twee mogelijk strafbare feiten, knevelarij en discriminatie. Die strafbare feiten moeten bewezen worden. Mensen zijn pas, en de dienst is pas schuldig als het bewezen is. Maar dit soort berichten komen natuurlijk ook tot mij en tot mevrouw Van Huffelen. Wij zijn hier heel, heel erg bezorgd. En ik ben er ook, heb ik al eens eerder gezegd in de Kamer, ik ben er ook boos over. Boos op wie? Ja, boos op hoe dit heeft kunnen gebeuren. Nog niet eens op mensen, maar dit gaat om iets wat niet mag gebeuren. Het zijn mensen die het in elkaar knutselen, zo'n systeem. Het is niet een computer die bedenkt op een dag, laat ik eens gaan kijken naar Nederlanders met een dubbele paspoort of etniciteit. Die gaan we wat harder aanpakken, want dat zijn oplichters. Maar meneer Huis, het is ook dat waar. Dat zit erin. Dat is natuurlijk tuurlijk, de context. En dat is heel verkeerd, maar het is ook waar dat in 2014 hadden we de zogenaamde Bulgare fraude. Het was de sfeer in het land. We moeten die fraude ten koste van alles bestrijden. Is het daar begonnen volgens u? Nee, het is eerder. Als we kijken in de papieren is het eerder. Dus dat argument geldt niet? Nee, het is daardoor erger geworden. Het is daardoor steviger aangezet in die tijd. We zitten nu in een andere tijd. Ik vind het echt heel goed dat het allemaal naar boven komt. Maar hoe luistert u naar het gesprek wat we net hebben gehad met mevrouw Wekker en meneer Dietrich? We hebben jarenlang, zegt mevrouw Wekker, hebben het onder het tapijt geveegd. Daar komt u nu. U wordt daarmee geconfronteerd. Ja. Wist u dat eigenlijk, dat gebeurde in Nederland op deze schaal? Nee, dat wist ik niet. En ik heb er, met het studio aan mij, ik word er in zekere zin emotioneel van. Ik heb een dochter van 19 die heel erg met dit soort dingen bezig is. Gelijkheid, racisme, gelijkheid qua seksuele voorkeur. En ik praat, zij corrigeert mij vaak. Ik ben een witte blanke man van eind 50. En ik heb opvattingen uit die tijd. En ik word continu gecorrigeerd. En daar heb ik ontzettend veel plezier van. Maar wist ik dit? Nee, natuurlijk wist ik dit niet. Nee. Dus u wordt ook gecorrigeerd door de generatie waar we het over hadden. Heel goed. Ja. Interessant, we hebben contact gehad met de Belastingdienst via de vakbond, waar mensen zich verenigd hebben natuurlijk nog voor een deel. En bij de vakbond zeggen ze van ja, wij krijgen nu berichten binnen van ambtenaren bij de Belastingdienst en die zeggen ja, mooie boel bij de politiek. Ze hebben ons eerst kapot bezuinigd en die hele dienst gesloopt. Daardoor zijn er inderdaad allerlei fouten gemaakt. En nu krijgen wij het op ons dak en maakt de politiek zich onschendbaar. Ja. Hebben ze gelijk? Nee, de werkelijkheid is altijd complexer dan dit. Het is een complexe dienst, een grote dienst, 30.000 mensen. Er is door de politiek, en daar hebben die ambtenaren in gelijk, zijn er steeds taken aan toegevoegd. Het is ingewikkelder geworden, moeilijker geworden. Maar etnisch profileren of de dingen die er zijn gebeurd in de toeslagenaffaire hebben niet te maken met taken die men krijgt, het heeft te maken met hoe de taken worden uitgevoerd. En daar is geen excuus voor, zegt u?
als daar dingen gebeurd zijn die niet horen, en dat denken we wel, dan is daar geen excuus voor. Ja. Dat verandert natuurlijk niks, meneer Huis, aan het feit dat het allergrote deel van die mensen die bij de Belastingdienst werken deze dingen niet doen. Nee, zo. Maar u zegt net ook iets belangrijks. Als dat gebeurd is, en dat denken we wel, dan moet er iets aan gebeuren. Dat woord, die paar woorden, en dat denken we wel. U gaat natuurlijk geen aangifte doen tegen uw eigen dienst als u niet al bijna zeker weet dat het helemaal fout zit. Ja, dat is iets ook weer net wat preciezer. Er is in de Kamer gevraagd, laat nou nog eens een topjurist kijken naar die dossiers. Ja. Die topjurist kijkt en zegt, ik heb een vermoeden. Nou, die was wat stelliger. Hendrik Jan Biemond van, ja, van Allen & Overy, ja. Second Opinion heeft hij gedaan. En die heeft jullie gewoon gezegd, als de sodemieter erachteraan, want er klopt geen onderhoud. Luister, als wij aangereikt krijgen dat er mogelijk misdrijven zijn gepleegd, ja, moeten we aangifte, ja, doen. Dat hebben we gedaan. Maar het kan dus zo zijn, ik probeer me dat voor te stellen, dat mijn werkgever aangifte tegen mij doet. Het kan dus zo zijn dat er strafbare feiten zijn gepleegd en dat u nadat dit allemaal onderzocht, ja, is door het, ja, Openbaar Ministerie, ja, dat er mensen gestraft worden hier voor een strafblad krijgen. Dat er criminele, ja, zaken zijn gebeurd binnen uw eigen dienst. Ja, ja, dat is heel, heel ingrijpend. We hebben heel veel gesprekken gehad de afgelopen weken, ook met de dienstmensen in de dienst zelf. Maar u begrijpt natuurlijk ook dat het voor die mensen in die dienst geeft het ook weer, ja, een onveilig gevoel. Zij zeggen, wij zijn vogelvrij. Dat laten ze aan ons weten, ja, via de vakbond. Ja, dat is niet zo, want we hebben in Nederland een keurig rechtssysteem. Er worden dingen keurig onderzocht. Maar het is natuurlijk aan ons, aan mevrouw Van Huffelen en mij, om juist, en het management van de Belastingdienst, om wel in die ontzettend belangrijke Belastingdienst, ja, het werk te laten gebeuren. Ik herinner me, meneer Dietrich zei net, dat we, hij ook in New York heeft gewoond en ik ook. En in die tijd, was heel bijzonder, was de Belastingdienst van Nederland, was het, precies, het lichtende voorbeeld, precies, voor de wereld. Iedereen had het over, precies, hoe goed dat in Nederland geregeld was. Ja. En die belastingmoraal in Nederland, iedereen was toch met een beetje mopperen bereid om te betalen. En die dienst deed het fantastisch. Hoe kan het dat bouwwerk zo in elkaar gestort is? Ja, dat is de analyse die ik net maakte, complexer geworden, et cetera. Maar wat je eruit moet leren, het is interessant om terug te kijken, het moet gebeuren nu, maar wat we eruit moeten leren, is natuurlijk dat we die belastingdienst weer moeten bouwen naar, ja, zo'n soort dienst. En ondertussen wachten die ouders waarvan de toeslagen onterecht afgepakt zijn, ja, nog steeds op geld. Ja. En dat in een coronacrisis waarin het voor heel veel mensen dan nog moeilijker wordt financieel. Maar er zit nu een staatssecretaris, meneer Huis, die heeft vanaf, mevrouw Van Huffelen heeft vanaf het moment dat zij binnenkwam gewerkt aan het systeem en aan wetgeving. Ja, maar ze heeft ook gezegd twee weken geleden, voorlopig kan ik niet toezeggen dat er geld komt. Want het is allemaal heel gecompliceerd. Het kan nog wel even duren, een jaar misschien nog wel. Ze werkt er continu aan. Ze zit volgende week in de Kamer met de wet die moet regelen dat ze geld... Maar meneer Veldbrief, serieus, hè? Dat kan, ja, toch niet? Als mensen financieel al niets meer hebben en je moet dan krijg je te horen van de staatssecretaris, ja, kan nog wel een jaartje duren. Ja, ik denk, hoe echt, moet je dat doen? Ik denk, meneer Huis, dat zij het zo snel mogelijk probeert te doen. Vertrouw u op mij. Daar houden we u aan. En op haar. Want u zegt dat zo snel mogelijk. Ja. Oké, we draaien de boel om. Dit, ja, is het zuur. maar even nu, de coronacrisis leidt er natuurlijk voor dat heel veel bedrijven het heel moeilijk hebben. Ja. ZZP'ers, bedrijven, midden- en kleinbedrijf. Prinsjesdag is nog even ver weg, ja, maar u bent bezig om plannen te maken voor misschien wel verlichting voor bedrijven. Wat heeft u in de pen om die bedrijven die het heel lastig hebben om die belastingverlichting aan te bieden, of in ieder geval plannen waardoor het iets makkelijker wordt? Nou, het is eigenlijk, wat je moet proberen te doen in zo'n crisis als dit, is de lessen uit die crisis te trekken, ook als je er middenin zit. Ik heb zelf de eurocrisis van voor naar achter meegemaakt, precies hetzelfde. Je moet proberen om uit die crisis lessen te trekken. Even lessen waar ik van geschrokken ben, is hoeveel bedrijven en hoeveel zelfstandigen zonder personeel, ZZP'ers, eigenlijk heel snel omvielen toen deze crisis over hen heen kwam. Hoe snel ze het moeilijk kregen. Zijn dat zombiebedrijven die eigenlijk al geen toekomst hadden? Nee, nee, dat zijn bedrijven die door het fiscale systeem, en daar ben ik verantwoordelijk voor, geprikkeld worden om zichzelf te financieren met heel veel schulden. En als je heel veel schulden opbouwt, dat weet ieder huishouden, iedere hoofd van de huishouden of mensen in de huishouden weten dit. Te veel schulden opbouwt en het gaat een keer moeilijk, krijg je het extra moeilijk. En wij geven fiscale prikkels in het systeem om je te financieren als bedrijf met vreemd vermogen, met schulden. Wat gaat u eraan doen? Omdat... Ja, ik kan die fiscale prikkel verminderen en dat ga ik van de zomer ook denk ik voorstellen. Hoe? Om wat te doen. Hoe gaat u die fiscale... Nou, dat is een... Er is renteaftrek, hè? Dat wordt een beetje technisch, maar als je leent als bedrijf, mag je dat aftrekken, de rente daarvan voor de vennootschapsbelasting. Net zoals bij de hypotheekrente. En dat kun je wat minder maken. De parallel met de hypotheekrenteaftrek is prachtig die u maakt. Want bij particuliere huishoudens, gewoon bij gezinnen, hebben we natuurlijk eigenlijk hetzelfde ooit gezien met de hypotheekrenteaftrek. Wat deden mensen? Ze kochten huizen, laden zichzelf helemaal vol met schuld.
tot het uiterste randje. Mm-hmm. En in de vorige crisis hebben we gezien wat dat betekende. Maar nu zit iemand die een bedrijf heeft te luisteren naar uw verhaal, die denkt, ik heb het al moeilijk. En nu zegt die staatssecretaris dat mijn renteaftrek er ook naar afgaat. Ja. Dan wordt het leven nog duurder. Ja, maar we moeten wel uit elkaar proberen te herhalen. Diezelfde Belastingdienst, dat wil ik toch nog even zeggen, dan kan ik toch even daar het zoet krijgen. Diezelfde Belastingdienst heeft enorm veel gedaan om ondernemers te helpen de afgelopen maanden met belastinguitstel. Iedere ondernemer in Nederland die door corona in problemen kon uitstellen belasting betalen. Dat heeft ook diezelfde Belastingdienst gedaan. En dat moet je onderscheiden van wat we kunnen leren uit crisis. En dit is een leermoment. Het jezelf volladen met leningen is gevaarlijk op het moment dat er tegenwind komt. Ja, maar dat weet die ondernemer nu ook wel. Maar u zegt van ja, we hebben de belastingbetaling, die stellen we uit. Maar uiteindelijk moet je hem wel betalen. Zeker. Als je geen inkomsten hebt. Zeker. Heeft u zich wel eens verplaatst in de positie van iemand met een bedrijf die denkt, maar wanneer moet ik dan dubbel gaan betalen? Hoe krijg ik dat geld ooit nog bij elkaar? Ik kan het heel goed. Ik had een vader en die had een eigen onderneming. En die kwam heel vaak vrolijk thuis, maar ook soms zuchtend thuis. En vooral als het een blauwe envelop op de mat gevallen was. He, dus dat begrijp ik wel. Maar het is wel mijn taak om te zorgen dat fiscale stelsel zo in elkaar zit. Ja. Dat die ondernemers in de volgende crisis wel goed die crisis door kunnen komen. Snap ik. Zeg, er is misschien één punt waar u Nederlanders gelukkig kunt maken. Uw voorganger, die is afgetreden, die was bezig met een plan om, als het ging over de spaargelden van burgers, even heel simpel uitgelegd, als je spaargeld hebt, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat je ongeveer 4% rente krijgt bij een bank. Dat is er natuurlijk al lang niet meer. En de Bond voor Belastingbetalers heeft gezegd, dat is ontzettend oneerlijk. Ja. Het is diefstal. Ja. De Nederlandse staat pakt geld van burgers op een fictieve rente die je helemaal niet meer krijgt. Interessant, de afgelopen maanden zijn heel veel mensen heel veel gaan sparen. Ja. Goed voor u, want u rekent een rente die er helemaal niet meer is. Uw voorganger zei, daar moeten we vanaf, daar stoppen we mee. U heeft gezegd, nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Wat gaat u daarmee doen? Het plan van mijn voorganger heeft vele goede kanten, maar er zit één moeilijke kant aan. Ja. En dat is als wanneer er zijn ook mensen die beleggen in hele veilige, dus niet spaargeld, maar beleggen in veilige obligaties. En in het plan van mijn voorganger werd daar ook weer zo'n hoge fictieve rente voor gerekend. Dus wat ik eigenlijk wil proberen van de zomer is de spaarder, wanneer het gaat om kleine spaarbedragen, dan hebben we het nog steeds over vrij behoorlijke spaarbedragen, maar niet in miljoenen. Om die spaarder te ontzien. Er zit nu een wat kleine drempel in, dacht ik, van €30.000 per persoon. En die drempel zou je kunnen verhogen. Naar? Ja, dat kan zijn €50.000. Dan moeten we naar kijken wat we kunnen doen. Want het kost natuurlijk geld, hè? Anders komt de belasting binnen. Maar we gaan daar naar kijken van de zomer. En op die manier zou ik eigenlijk zowel de spaarder als de kleine belegger willen proberen ontzien. Ja, dat is een ander plan dan uw voorganger had. Dat is een ander plan, hè? Die had een veel fijner plan voor mensen met spaargeld. Ja, met heel veel spaargeld. En ik heb een fijn plan voor mensen met kleine spaarhoeveelheden en kleine beleggingshoeveelheden. Maar goed, dus dat gaat in ieder geval niet door zoals uw voorganger snel dat zou willen doen. Nog één vraag aan u. We begonnen het gesprek met dat u zei, ik hoop dat het weer saai wordt bij de Belastingdienst. Is er enig moment geweest in de afgelopen, wat is het inmiddels, 6 maanden dat u heeft bedacht, dit had ik niet moeten doen? Dit is een dienst die is zo in elkaar gestort, dat is bijna niet op te lossen in, wat heeft u nog, tot maart volgend jaar? Nee, eerlijk niet. Eerlijk niet. Iedereen die mij kent weet dat ik opleef bij dit soort problemen. Hoe groter de crisis, hoe leuker u het vindt? Nou, niet leuker, maar ik leef op. Ik word wakker en ik ga heel hard naar het werk. Kunt u nog het verschil maken voor maart, voordat de verkiezingen eraan komen? Dat is een hele goede vraag. Dat hoop ik. Dat hoop ik. En dat gaan we echt met z'n tweeën proberen om dat te doen. Ja. Maar dat zal niet meevallen. Dank u wel voor uw komst, Hans Velbrief.